Ik ben weer terug in het Londen levende. Ik denk dat we aan we zijn aan een... We gaan een aantal mensen op het podium roepen. Oh, geweldig. Weet je wat? Haal jij ze op het podium, dan geef ik alles aan. Als er even iemand hier bij mij komt staan, met het speakbriefje, die hebben we dus niet. Waar is een speakbriefje? Er wordt niet echt meegedacht bij mij. Ja, maar ja, het is... Uit je blote hoofd? Weet je wat, laten we beginnen. Johan is weer weg. Johan is volgens mij weer... Maar goed. Ik wil even iedereen naar voren roepen. En ik kan sowieso... Kijk, het speakbriefje. Ja, Hans, ik ga dat voor jou doen, jongen. Mag ik naar voren hebben, alsjeblieft? Jessica van Dijk. Jessica, waar ik die clip mee heb gemaakt. Jessica van Dijk, kom even naar voren toe. Hij heeft de clip met jou samen gemaakt. Dan mogen ook naar voren toe komen Jeroen en Brenda. Jeroen en Brenda, waar zijn jullie? Waar is Jessica? Jessica is buiten. Kom Jessica aan. Wacht even. Klein beetje op onthoud. Gaat allemaal goed komen. We hebben straks gewoon een afterparty, die komt er altijd goed, joh. Wel ja, joh. Hij maakt er niet meer van. Jessica, meid. Deze is... Dit verdient voor jou. Ja, geweldig, meid. Geweldig voor de meedoen in mijn clip. Ik dacht al, ik denk aan. Ik ken er ergens van. Ja, toch? Natuurlijk, Jeroen en Brenda. Ook jullie zijn van de partij. Zeker weten, zeker weten. Ook Jeroen en Brenda mag we zeker niet vergeten. Ook onze steun en toeverlaat. Een deel van mijn familie geworden. Jeroen, Brenda, June. Ja, dat ik van jullie hou, dat weten jullie. Jij hebt toch een prijs gewonnen met dansen? Ja. Zie je wel. Never forget a dancer. Ja toch? Mart en Dijs. Nou, Mart is voldoende. Jessica. Ome Dijs, je moet op het podium, jongen. Deze is natuurlijk over onze steun en toeverlaat natuurlijk. Hey, Dijs, ook voor jou hebben we een eentje natuurlijk. Jij die er altijd bij bent en die altijd de zaak in goede banen leidt. En Mart, mijn eigen geluidsman, waar ik niet zonder kan. He, zonder Mart, dan zijn we nergens als zanger zijnde. Dames en heren, de heren van Lema Events, het geluid van Hans Snoek. Jawel. Casper, een van de beste pluggers hier in Nederland. Zeker Casper niet te vergeten. Mijn plugger. Casper, ja. Bedankt voor alles, bedankt voor wat je hebt gedaan voor mijn single. En bij deze wil ik jou ook deze uitreiken. Dankjewel. Waar is Ron? Ik heb alleen een Ron staan. Nou ken ik een aantal Rons, maar... Ron is er nog niet, hè? Die komt later. Oké, dan is het dezelfde Ron die ik bedoel. Ja, dan hebben we Kees Stel, die zal er ook niet zijn. Die komt wel later als het goed is. Die komt ook wat later. Die moest nog golven. Daarom juist. Ja, Thijs Oldenzee. Thijs zit in Mallorca. Die zit in Mallorca. Dus die staan we ook even over. Die leggen we even apart. Die leggen we bij Casper even neer, denk ik. Komt helemaal goed. Ik heb bijna een onmogelijke naam om uit te spreken. Charles van Veen. Charles van Veen? Ja, natuurlijk. Charles van Veen staat nu te filmen. Onze Charles staat te filmen. Charles van Veen, maar die krijgt op zijn voeten. Charles, we leggen deze even bij jou neer. Is dat goed? Ook voor jou weer, maat. Ja, dan heb ik Joey. Ook jij mag even komen, vriend. Joey Kerkhoff. Joey. Mijn maatje van het licht. Het licht is altijd heel leuk en goed verzorgd. Joey, bedankt. Dan hebben we Jacques. Onze kastelein. Onze kastelein. Onze kastelein van onze Jacques hier. Die de boer geven voor je. Jacques hier. Ah, Jacques heeft het druk, hè? Een beetje. Jackie! Ja, even tijd maken, maat.
Hij komt uit zijn keuken toe gesneld. God weet waar hij mee bezig is. Ja, ik weet, maar hij is niet zo heel vlug, hè? Jackie! Oh, daar komt hij aan, onze Jack. Jongen. Onbegrijpelijk, het is weer wachten op. Jack, ook jou wil ik nu vergeten, maat. Hè? Ook hier in de Sjaan, volle bak. Gezellig. Ja, zonder jou hadden we dit ook niet kunnen natuurlijk. Jackie, bedankt. Even een fotootje. Ik heb natuurlijk staan Jurgen Mutsers, maar die is op zijn motorweg. Ja, van Like FM, een van de... De portier. Neem het niet kwalijk. Ja, er stond Jurgen, maar je bedoelt Pascal. Pascal! Hij doet hij net alsof hij doof is. Onze kruimel, onze steun en toeverlaat aan de deur. Paloma Radio, vergeet het even niet. Ik heb pas ik heb pas nog een interview bij hem gehad, of niet? En ik heb lekker, hè? En je hebt een mok achtergelaten en een sleutelhanger achtergelaten en ik heb het hele verhaal gehoord. Ik geef alles weg. Hé, ja. Kruimel, of Pascal, bedankt. Dan hebben we... We hebben gewoon niet kussen, nee. Helemaal goed. We hebben Marianne staan, goed, ongetwijfeld dan. Ook een van de fotografen, onze eigen Marianne. Onze Marianne ook niet vergeten, onze fotograaf. Geweldig, Marianne. En dan de laatste van degenen die er zijn, de absolute topper van vanmiddag. Het is echt een man die moeilijk bereikbaar is tegen het autisme aan. En dat ben ik. Ben Fransma, kom hier, kom erbij. De topper van, ja, de topper. Leuk. Helemaal geweldig. Heel bedankt voor alles. Ja, graag gedaan. Even anders omdraaien. Ja, maar ik wil hem even zien. Voor hetzelfde geld staat er een grote lul op. Dan sta ik hier met mijn handen. Je weet niet wat achter de lijst zit, hè? Ja, toch? Helemaal goed. Dames en heren, natuurlijk de CD-presentatie van Hans Noek. En door met de volgende zanger. Of ga je nog even een nummertje zingen? Even je nieuwe single. Nee, we gaan denk ik nog één keer mijn single. Of door met de volgende zanger. Oh ja, ho. Dankjewel. Dames en heren, ik heb in mijn handen het album van Hans Noek. Niet alleen de CD, maar een compleet album. Normaal betaal je daar 15 euro voor. Als je naar de winkel toe gaat, kost die 15 euro.